Yo mensen, een hele goede morgen, zonder zorgen. Jullie horen het, het is aan het regenen. Oh, ik heb hier eigenlijk wel nog goed geslapen. Check dit. Het is echt al volle bak aan het regenen. Gelukkig moet ik voorlopig nog niet naar het toilet, want ik heb gisteren niet zoveel gedronken. Ik heb van alle eten mee hier, maar ik heb geen water mee. Wow, het regent hier zelf binnen. What the fuck? Oh shit. Oh. Oeh, net op tijd. Oké, in ieder geval, vandaag gaan we richting Knokken. Wat ga ik daar doen? Ik ga een iPhone ophalen dat ik nog bij Philphone moet binnen doen. Een vervanging gsm. En mijn eigen gsm gaat ook gemaakt worden in Brugge. Dus dat gaan we vandaag doen en daarna wil ik zo rap mogelijk beginnen werken, want ik ga het geld heel dringend nodig hebben. Het is echt wel een rampzalige situatie, maar het komt goed. Het komt allemaal goed. Joe! Nice, ik ben hier al eventjes de afwas aan het doen. En check die setup mensen. Ik heb hier twee bakken en ze stinken helemaal, want ik heb de afwas super lang niet gedaan. En ik doe gewoon zo, één hand hier, mijn vingers hier, hoppa, hoppa. En het gaat perfect. De bakken worden gevuld. Ik ga deze bakken laten vollopen en dan ga ik dat laten weken. En op hetzelfde moment ga ik gewoon een duik nemen in de blaarmeisjes en ben ik gewassen. Super easy, alles een beetje tegelijk doen, want zo win je tijd. Ik ga vandaag naar Knokken, ik ga vandaag naar Brugge, ik ga van alles in orde fixen en ik wil zo rap mogelijk beginnen met werken, want holy shit, ik heb maandag een probleem. Ik heb maandag echt al een dik probleem. Joe! Ik heb net een heerlijke duik in het water genomen en ik verschiet er nog altijd van hoe warm dat het water niet aanvoelt als het buiten een beetje kouder is. Het was ook echt wel een regendag vandaag en het voelt super fris, niet normaal. Het zand is hier ook nog altijd nat. Er is hier bijna niemand, of ja, oh joh, daar is er nu een school toegekomen, maar dat is ook maar een school. Die zijn hier waarschijnlijk voor een bepaalde opdracht of zo. Holy shit, die duik heeft echt deugd gedaan, niet normaal. Ik had ook overal jeuk van in die camper slash caravan te slapen. Super rapper, want die mensen van die garage die noemden dat een caravan. Maar eigenlijk is het een soort van mobile home. Ik denk dat die uit de jaren 80 is. Het is super oldschool, maar mijn hele lichaam jeukt. Want volgens mij is er daar echt wel huisstof mee. Ik ben ook wakker geworden, ik moest niezen. En normaal moet ik nooit niezen. Dat is al super lang niet gebeurd, dus... Waarschijnlijk heeft het allemaal te maken met dat stof. Stoffere omgeving zijn eigenlijk echt wel niet goed voor je. Ik merk dat mijn camper, of ja, de bunnybus, echt wel super fris is om te slapen. Er is daar bijna geen stof aanwezig en dat voelt nice, sowieso, echt wel. Oké, ik ga nu de afwas doen. Wens me succes. Let's go, you! Hoppa, en de afwas is gebeurd. Super chill, ik heb het allemaal hier gedaan. Behalve deze deksels en de boksen. Die heb ik daar aan de douche afgewassen. Het is ondertussen opeens beginnen regenen. Dat is letterlijk net gebeurd. Oh, dat is kut. Ik sta hier nu in de fucking wc's van de Bluimersen. Ik ga wachten tot die regen voorbij is. Ofwel ga ik er gewoon door. Jullie gaan het wel zien, maar ik zie jullie alleszins later. Joe! Top! Oké, super vette. Die mensen hadden een konijntje verloren en blijkbaar gevangen. Het was zo'n wit albino konijntje. Albino betekent rode ogen. Ik heb een crowdfunding gestart via PayPal. Een pot waar je minimum 10 euro op kan doneren. En als je doneert, dan komt je naam op de bunnybus als legendarisch teken dat jullie mij hebben geholpen. Er kijken tegenwoordig meer dan 10.000 mensen naar mijn video's. Voel je niet verplicht om te storten ofzo. Maar als er 150 mensen meedoen, dan is het oké. Ik kan sowieso 500 euro leggen. Ik ga waarschijnlijk 2000 euro kosten hebben. En als ik 1500 euro kan inzamelen, dan zijn we er. En dan kunnen we toch deze zomer lekker genieten. Anders ga ik weer in het rood moeten, ga ik geld moeten lenen van de bank. En dat wordt echt fucking sketchy. Maar het komt sowieso goed. Sowieso. Bedankt in ieder geval aan iedereen dat mij support. Sowieso een dikke shout-out naar jullie. Door mijn advertenties te kijken, door mijn video's te kijken, supporten jullie me sowieso ook. Yo!
geen idee als ik jullie het net al had gezegd, maar ik was dus op weg naar de trein en ik heb de trein richting Knokke genomen. Ik moet hier maar eventjes zijn, want ik heb straks een afspraak bij Philphone en mijn gsm wordt gemaakt. Dus dat is alles super chill. Dan kan ik eindelijk terug beginnen werken. Ik kan niet wachten om Boef en Lijpen te zien. Woe! Ik ga binnenkort ook wel een keer moeten komen voor een paar dagen of zo, want ik mis Boef en Lijpen wel. Zeker nu dat ene katje naar mij was gekomen en die maakte zo dezelfde geluidjes op Lijpen. Oh, ik heb ze gemist. Hopelijk ga ik ze zien, want soms zijn ze echt voor een paar uur gewoon weg in de natuur. En ik ga hier minder dan een uur zijn. Dus laten we hopen dat Boef en Lijpen komen. Boef! Lijpen! Boef! Lijpen! Normaal zouden ze nu moeten komen. Hey Pup! Hey Pup! Alles goed? Alles goed? Ja! Helemaal. Boef en Lijpen. Het was echt wel super chill om Boef en Lijpen terug te zien. Wajo, zalig. In ieder geval, ik heb een bordje groentjes. Ik ga al mijn groentjes, dat ik de laatste tijd niet heb gegeten, vandaag inhouden, want dat is echt wel nodig. Hoppa. Het is en blijft wel nice om terug een keer in Knokke te zijn, sowieso. Ik denk dat ik deze surfsip ga verkopen om de bunnybus te kunnen betalen, want deze is 2000 euro of zo en ik denk zeker dat ik er nog 800 euro voor kan krijgen. In ieder geval, eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten, want ik ga dit lekker opsmelen tijdens dat ik aan het editen ben. Joe! De trein die ik moest halen heb ik gemist en nu de tweede trein, dat het uiteindelijk een uur later was, ga ik nu misschien halen, misschien ook niet. Ik heb nog 6 minuten om er te geraken en ik moet ook nog een ticketje kopen. Het wordt sketchy. Fucking hell. In ieder geval, ik blijf stampen op mijn skateboard. En ik zie jullie waarschijnlijk in Brugge. Yo! Er was hier net een school die zo hard uit hun dak ging, niet te geloven. Ze waren allemaal op de fiets. Een dikke shout-out naar jullie allemaal. In ieder geval, dit is mijn GPS richting Philphone. Oei, ik ben blijkbaar al de verkeerde kant op. Oké, ik moet draaien. Let's go. Oké, nice. We zijn op de goede weg. En kijk wat voor een nice domein het hier is. Er is hier een super groot bos. Je kan er amper doorkijken. En tegenwoordig, bijna elk bos dat ik zie, kan je gewoon doorkijken. Vroeger was dat niet. En dat komt natuurlijk omdat ze tegenwoordig altijd bomen snoeien zonder reden. In ieder geval, ik ben er bijna. Ik kan niet wachten tot mijn gsm gemaakt is. Yo! Yo! Ah, ben wel eens goed. Eerste? Lang geleden. Ja, massa's. Eerst en vooral een dikke shout-out naar Filip om altijd zo'n goede en snelle service te geven. Er was meer schade aan mijn gsm dan verwacht. Tijdens Deliveroo-sessies ga ik soms wel redelijk hard en begin ik te zweten. Dus de gsm zit in mijn broekzak. Soms haal ik die uit en is die zo'n beetje vochtig. En op lange termijn heeft dat voor een soort van waterschade binnenin gezorgd. Dus het is een beetje fucked up. Ik heb een vervang gsm, super nice. En mijn gsm is binnen 1 dag waarschijnlijk klaar. En ik denk dat ik er overmorgen of zo om ga. Dus bij deze mensen, let's go, we gaan een beetje cruisen hier. Ik ga kijken wanneer ik mijn trein heb terug naar Gent. Maar ik heb honger. Woe. Hier in Brugge hebben ze lekkere pasta. Dus we gaan een pastaatje nemen. Yo. Ik ben ondertussen terug aan de bus. Ik ben heel snel binnen en buiten geweest. Een paar spullen achtergelaten. En ik ga nu Deliveroo's knallen. Ik wou normaal met mijn gewone fiets gaan. Maar blijkbaar ligt dat sleuteltje nog in de bunnybus. De bunnybus staat in de garage, dus daar gaan we morgen vroeg om. En ik ga vanaf nu gewoon volle bak Deliveroo's knallen. Sowieso, de vlog is ook upgeload. Ik heb de vlog ook geëdit. Dus als jullie denken dat ik niets heb gedaan of zo, dan zijn jullie echt wel helemaal verkeerd. Ik zie dat vaak in de comments van ga heel de dag werken, bla bla bla. Maar dan kan ik geen vlogs maken. Er zijn nu eenmaal periodes dat ik mijn clips moet exporteren, dat ik mijn batterijen moet opladen, dat ik al die dingen moet doen. Editen, alles online zetten en allemaal tezamen is dat zeker 3 à 4 uur werk minimum.
En als je dat al van je dag moet aftrekken, heb je niet zoveel tijd over. Je moet ook nog eten en daarna moet je nog gaan werken. Dus het leven is niet altijd even makkelijk, maar het komt goed. Sowieso, we gaan knallen. Let's fucking go. De eerste bestelling is ergens in het midden van de stad. Yo! Holy shit, ik ben hier Deliveroo bestellingen aan het knallen. Net alsof dat mijn leven ervan afhangt. Morgen beginnen we ook terug om 10:00 morgens en we gaan gewoon zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Want ik heb geen zin om een lening aan te gaan bij de bank dat ik waarschijnlijk toch niet ga krijgen. Dus hopelijk gaat dat allemaal lukken, sowieso. Ik zie dat jullie ook goed bezig zijn, het is echt fucking hard, niet te geloven. We hebben al 8% van de doelstelling behaald. Dat is echt nice. Check dit. €125, 8% en dat staat nog maar één dag online. En het is eigenlijk nog niet echt op een vlog gekomen, alleen maar op Instagram. Ik ga iedereen alvast een dikke shout-out geven, sowieso. We beginnen bij Anoniem. Die heeft €25 gestort. Mijn mond is trouwens ook zo droog, niet te geloven. Jason Tas, de homie, heeft 21,01 gestort. En dat was blijkbaar net voor die eerste €100 te knallen. Thanks Jason en ook nog een keer thanks voor op de vorige Bunnybus €50 te storten. Dat heeft me echt wel heel hard geholpen. Matthias Luipaard, €10. Nice. Eigenlijk moet iedereen gewoon €10 storten. Iedereen kan wel €10 missen en dan is het opgelost. Niet iedereen kan €10 missen. Er zijn echt mensen die dat gewoon niet kunnen en dat niet mogen van hun ouders. En die sturen me dan zo altijd sorry, ik kan niet. Je moet echt geen sorry zeggen omdat je geen geld kan geven. Dat is echt bullshit. Dat is geen verplichting. De enige reden dat ik dat heb gedaan is omdat jullie het vroegen. Dat is de enige reden. Ik had zoveel berichten. Start een GoFundMe. En een PayPal-pot is de makkelijkste manier om een GoFundMe te starten. En ik dacht gewoon, ik verzin een leuk idee. Ik laat mensen minimum €10 starten. En jullie mogen op de Bunnybus met jullie naam te komen te staan. En ik denk dat dat wel super vet is. Sowieso. Dat gaat iets legendarisch zijn. Dat mij altijd gaat doen herinneren aan de moeilijkste tijden. Dat ik ooit heb gehad financieel, want die zijn nu echt wel sowieso. Reken maar een keer uit, €2200 voor de Bunnybus zelf. En nu €2000 en ik moet nog eten, ik moet nog drinken. Holy shit, jullie kunnen niet geloven hoe kostelijk dat voor mij de laatste 2 maanden was. In ieder geval, thanks voor de €10, Matthias. Born de dobbelaar, €10. Hopelijk helpt dit. Misschien moet je verkopen via bol.com. Je kan hele grote winsten maken en slapend geld verdienen. Oké. Dat is misschien zo'n slogan dat ze zeggen, maar in het echte leven was het maar waar. Was het maar waar. Sander Arnouds, €25. Jouw Benoit, bij deze een kleine bijdrage van een trouwe volger van je avonturen. Hopelijk kan dit helpen om samen met je bus een vette zomer ervan te maken. Groetjes Sander. Thanks Sander. Een dikke shout-out naar jou, sowieso. Meer weerhaven, want hier stopt het. Oké, okay, Matthias de Bolle, €23,99. Hopelijk wordt de Bunnybus gefixt. Joe! Shoutout naar Senne en Sander. Een dikke shoutout naar jullie sowieso. Sander van Tomme, yo bro, hopelijk snel alles oké terug. Het is misschien niet veel, maar kleine beetjes helpen. Zoals ik zei op de vorige vlog, kleine beetjes helpen. Ik kan bijna niet meer praten, omdat ik al in mijn hoofd zit met de volgende bestelling en ik moet daar zo snel mogelijk naartoe. Maar ik dacht, ik moet jullie toch nog bedanken voor wanneer dat de zon onder is. En de rest komt allemaal morgen. Sowieso. In ieder geval, bedankt iedereen. Het is echt wel nice, want we zijn al 8% verder. En ik ben ook geld aan het verdienen. Ik ga zuinig proberen te leven. En maandag moet die fucking €2000 binnen zijn. Ik denk dat ik nog tijd heb tot dinsdag, dus dat kan wel goed. Je kan altijd een dagje later ook je bus gaan halen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik kan maandag niet. Ik kom hem dinsdag halen en dan bam, betalen we het bedrag en is de Bunnybus gefixt. Want die garage is echt wel super top. Ze gaan waarschijnlijk ook garantie geven. Dat gaat ook mijn vaste garage worden voor onderhoud. En holy shit, vanaf nu ga ik alleen maar naar de garage. Geloof me. Mijn homies hebben het toch niet zo goed gefixt. In ieder geval, ik ga nu verder bestellingen knallen. Nog een keer bedankt aan iedereen. En wie dat niet heeft gestort, jullie kunnen mij ook gewoon helpen door mijn video's te kijken, door een comment, door te liken, door een advertentie te kijken. Wat dan ook. Jullie zijn ook baas, geloof me. Het is geen verplichting of zo. Ik doe dat alleen maar zoals ik zei, omdat mensen mij dat gevraagd hebben. Normaal ging ik gewoon een lening van de bank gaan halen. Maar als jullie zelf willen supporten, dan kan het gewoon. Het kan, het moet niet, het mag.
maar bedankt aan iedereen. Boom, een box. En ik ga nu richting de kastaar. Ik moet daar een spaghettietje op halen. Joe. Oh, holy shit, mensen. Niet te geloven. Dit was gewoon nog het enige dat moest gebeuren. Om alles te laten mislopen. Niet normaal. Het is fucked up. Het is echt fucked up. Mijn ketting is gebroken. Mijn been is er keihard tegen gebotst. Ik dacht eventjes dat ik naar de kliniek moest. Het was zo hard. Niet normaal. Ik was super hard aan het rijden. Ik ging gewoon volle bak gaan voor de Deliveroo bestellingen. Maar te veel van het goede is ook niet goed. Fucked up. Ik heb te hard gestampt. Mijn ketting is gebroken. Het is nogthans nog niet zo'n oude ketting. Maar het sukt. Het sukt echt hard. Holy shit. Gelukkig is er niks aan mijn been. Dat was zo aan het branden. En morgen gaat het sowieso dik staan. Ik voel het. Het voelt echt niet gezond. Maar gelukkig heb ik niks. Waar is mijn ketting? Ik kan hem hier zelf nergens vinden. Fucking hell. Ik was bijna op mijn bek gegaan. Ik zie daar iets liggen. Ja, hier is mijn ketting. What the fuck. Stomme kutketting van Decathlon. Check hier hoe hard dat is gebroken. Holy moly. Oké, die ga ik op mijn stuur binden. Nog proberen herstellen, maar ik heb er geen goed gevoel over. Het is ook maar een ketting. Oh. Oh, fucking hell. Alles gaat fout, niet normaal. Ik ga waarschijnlijk nu steppend tot aan de klant gaan ofzo. Ofwel ga ik gewoon de Rider app zeggen. Dat ik gevallen ben of zo. Ik weet het gewoon niet meer. Fuck. Ik ben echt kwaad op mezelf. Niet normaal. Oh, hopelijk rijdt die auto niet over mijn rugzak. Oké, eventjes chillen en ik ga zien wat ik doe. Ik ben ook fucking helemaal buiten adem. Ah, ik baal, mensen. Ik baal. Niet te geloven. Hoe de fuck kan dit nu mislopen? Mijn leven was te mooi. Kijk, kijken als deze bestelling nog leeft. Oké, deze bestelling leeft wel nog. De val was uiteindelijk nog ça va. Is er iets gebroken of niet? Nee, het is oké. Ik ga gewoon deze bestelling naar de klant brengen. En zo heeft die mens ook gewoon nog lekker eten vandaag. Ik ga gewoon steppen. Niks aan te doen. Het is nog 2 kilometer. Fucking hell. Joe. Zoals jullie weten, na regen komt zonneschijn en daarnet was het regen en nu is het plots zonneschijn. Ik mag de bestelling houden, super chill. Ik ga jullie keer doen wat dat de Rider app heeft gezegd. Hoppa, ik had dus gezegd, ik ben gevallen en ketting is gebroken. Oei, gaat het goed met je? Moet ik bestelling te voet doen of wordt het te koud dan? Ça va, morgen dikke knie, maar het is oké. We maken een herlevering, je mag het houden. Oké, thanks. Ga mijn fiets maken en ik ben morgen terug op pad. Dus sowieso een dikke shout-out naar Deliveroo. Dankzij jullie heb ik een lekkere spaghetti. Haha, we gaan een lekkere spaghetti eten, sowieso. Ik heb er trouwens 2. Misschien eet ik dat allemaal vanavond op, ik weet het niet. Maar morgen gaat het al lang niet meer goed zijn, dus misschien moet ik dat weggeven. Oh, mensen, dat gaat smaken. Niet normaal. Ik eet de laatste tijd ook echt slecht, omdat ik zo'n beetje gestresseerd ben. Dat is echt wel kut, maar het is wat het is. Er zijn ergere dingen in het leven, sowieso. Ik moet eigenlijk niet te veel klagen. Ik begon de vorige keer al te klagen dat ik nog altijd geen zonnepaneel had. Zo eigenlijk in mijn hoofd gewoon, tegen mezelf. Dat ik zo echt bummed ben omdat ik geen zonnepaneel heb. En nu momenteel maken die zonnepanelen me geen fuck uit. Het enige dat me uitmaakt is gewoon als dat busje nu rijdt of niet. Dus sommige dingen maken eigenlijk gewoon niet zoveel uit. Misschien een jaar geleden maakt me het geen fok uit als die bus nu 2000 euro kosten had of niet. Het maakt me wel uit als ik een busje had of niet. Dus het is allemaal soms een beetje dubbel, maar dat is gewoon het leven. Het leven is één dikke mindfuck, sowieso. Mijn kanaal gaat harder dan ooit. Jullie supporten me super hard. Ik zou eigenlijk de gelukkigste jongen ter wereld moeten zijn, maar dat is niet altijd even easy, sowieso. Ik heb hier nog eventjes gechilled en ondertussen is mijn bed al opgemaakt. Ik heb hier mijn appelvlam, ik ga die straks eten, maar ik ga eerst de vlog afsluiten. Ik heb hier geen verlichting, het hangt hier wel vol met verlichting, alles is voorzien.
Maar het werkt allemaal op elektriciteit. En zolang deze camper niet in het stopcontact zit, ben je er gewoon niets mee. Maar in ieder geval, ik heb een bed. We zijn aan de Blaarmeers en het is een keer een nieuw avontuur. Ik ga later kunnen zeggen dat ik ooit een week in de oudste camper ooit heb gewoond. Als jullie weten van welk jaar dat deze camper is, laat het weten in de comments. Ik denk persoonlijk zelf jaren 80. Het is echt een heel oud ding. Maar dat maakt het wel een keer grappig. Het is hier super stofferig. Ik voel het echt wel aan mijn luchtwegen, dus dat is niet zo nice. Maar zoals ik al zei, beter dan niets. Ik ga echt iets moeten verzinnen om de bunnybus te kunnen betalen, want het gaat echt wel fucked up worden. Ze spraken van minimum 1500 euro kosten en het gaat waarschijnlijk rond de 2000 liggen. Dus dat wordt super kut. Ik heb morgen meer nieuws, dus morgen ga ik waarschijnlijk een prijsofferte krijgen en we gaan echt iets moeten fixen. Ik zat te denken aan zo'n soort van benefiet met alle bunnyvlogs, fans of zo. Of iedereen komt zijn naam schrijven op de bus en geeft me 5 euro of zo. Ik weet het ook niet, maar het is fucked up. Het is echt fucked up en het moet binnen de week gebeuren. Ik kan ook naar de bank gaan en geld lenen. Misschien dat ik dat ga doen. Die optie zit er wel in. Maar we zien wel. Sowieso. Ik heb veel berichten gehad. Start de crowdfunding of weet ik veel wat. Misschien dat ik zo'n bunny vlogs pot ga doen op PayPal. Ik weet het nog niet goed, maar we komen er wel uit. Sowieso. Alles komt altijd goed. Ik sluit de vlog hier af. Bedankt voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals bijna elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.